Ik denk wel dat we moeten zien dat het niet te romantisch wordt, zomaar zeggen. Het heeft iets, net iets meer ritmisch. Ietsje strenger. Swelinck is de belangrijkste componist die Nederland gekend heeft. Swelinck staat aan het begin van een organistengeneratie waar uiteindelijk ook Johann Sebastian Bach uit voortkomt. Swelinck was net zozeer in staat om bijvoorbeeld een tweestemmige kanon of een tweestemmig lied, zeg maar, compleet te laten klinken. Twee stemmen en dat klinkt alsof er niets meer bij hoeft. Het grote jubileumconcert in de grote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam is het concert waar Swelinck vergezeld wordt door een reeks componisten die aan de achterwand boven het achterbalkon zijn aangebracht. En de reden daarvan is dat merkwaardigerwijs de werken van deze componisten nooit in de grote zaal klinken. Organist Bernard Winsemius speelt op een orgel wat naar die zaal gebracht wordt in drie stukken en op het podium wordt opgebouwd. Een speciaal orgel in de middentoonstemming, de stemming die in de tijd van Swelinck op orgels gebruikelijk was. En waarmee zijn muziek dus ook het best tot zijn recht komt.